Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Mardi Stekkers en mijn gast vandaag is Jolanda Noyen. Welkom. Ja. Allebei in rood-zwart toevallig. Ja, inderdaad, ja. Jolanda, <laughs> um, ik zag jou voorbij komen op uh, social media en jij was boost. En ik denk dat ja. best veel mensen dat hebben gezien. Dat is vaarwel gegaan. Ja. Jij bent, daar gaan we zo meteen op door, maar jij bent boerin. Een van de grootste tuinersbedrijven in Nederland. Een van de grootste ja. ja. tuiners, ja. Uh, in de top 5, maar volgens mij zit het wat uh, hoger. Uh, en dan vollegronds groenten. Ja. Nou, Waarom, waar ging het filmpje over? En waarom voelde jij de urgentie om dat filmpje te maken? Nou, we hebben, uh, we hebben de afgelopen jaren... krijgen we al heel veel over ons, uh, over ons heen gestort uh, vanuit Den Haag. En we hadden natuurlijk de stikstofcrisis. En ze hadden mij wel gewaarschuwd van... Jolanda, de stikstofcrisis is een peanuts... vergeleken bij wat wij dadelijk krijgen bij de zevende nitraatrichtlijn. Nou, ja, ik ben zoeken geweest naar de zevende nitraatrichtlijn. was niks over te vinden. Uh, vervolgens... En dit was wanneer? Uh, dat was uh, ik denk een, een week of acht geleden. Uh, daar werd bij mij verteld vanuit uh, LTO Nederland dat, uh, dat ze aan tafel gezeten hadden, dat er de lijsten opgesteld waren. En als ze mee zouden werken en mee zouden denken, dan kon het nog wel eens meevallen met de lijsten, dan zou het nog wel eens uh, goed, uh, goed kunnen uh, uitkomen. Uh, en op een gegeven moment kregen we dus een week of uh, zes geleden, kregen we uiteindelijk uh, de berichtgeving vanuit LNV. Met daarin wat de zeven nitraatlichten in ging houden. En welke vangewassen er uh, toegelaten gingen worden. Welke... LV? LNV. LNV. Landbouw, natuur en uh, uh, visserij. Uh, en er kwamen ook de lijsten te staan met wat als winterwas aangemerkt werd. En toen kwam ik tot de ontdekking dat van mijn tien gewassen die ik teel uh, tot... Ongeveer eind november, er negen verdwenen waren van de lijst. Dus ik dacht bij mezelf, van, kom op, moet ik nou 160 man personeel naar huis gaan sturen op 1 oktober? Uh, wat, gaat er in de, wat komt er in de winkel te liggen? Uh, ja, er schoot zoveel naar mijn hoofd. Nou, en ik werd me toch, ik dacht van wie kan zoiets bedenken? Nou ja, uh, vervolgens ben ik naar buiten gelopen. En ik heb het filmpje opgenomen en ik heb hem ook gewoon zonder te rectificeren, iets van: pas op, uh, op Facebook gegooid. Ja, vervolgens werd hij opgepikt ook door een paar uh, politici die het wel snappen, die, 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 die wel kennis hebben van het, van het geheel. En uh, ja, we, ik denk dat op het moment ongeveer een anderhalf miljoen keer uh, gezien is het filmpje. Ja, het was ook recht, recht uit het hart. Ja. Uh, en ik denk ook, ook, ook heel belangrijk, hè, dat, 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 daar, wat we, we voelden, de, voelden de urgentie. Ja. Um, nou, we gaan daar direct verder over door, maar toch heel even hoe jij bent begonnen. Want om een van de grootste tuinders van uh, Nederland te worden. Van je vader overgenomen? Of nee. Nee. Nee, 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 nee. Want ik ben uh, gediplomeerd varkens, koeien en kippenboer. Twaalf jaar bij de bedrijfszonesdienst gewerkt. En uiteindelijk uh, werd ik verliefd op een tuinder. Uh, die tuinder die is uh, helaas fiet gegaan uh, omdat Defensie uh, kerosine geloosd had op een perceel. Nou, dat is allemaal fout gegaan. Vervolgens zijn wij naar Polen vertrokken om, eh, om daar in dienst van iemand eh, dus onze schuld af te gaan lossen. Nou, dat is niet gelukt, want vervolgens werd de schuld in Polen nog veel groter. Daar werden we nog meer gebruikt. En zijn we teruggekomen naar Nederland. En op een gegeven moment had ik zoiets van, ja, ik heb hier gewoon geen zin meer om al die shit van iemand van, van, van hem op We hadden nog maar net verkering, dus die shit van hem op te ruimen had ik gewoon geen zin in. En toen heb ik gezegd, van, nou, uh, er waren verschillende afnemers geweest die hadden gezegd van, ja, maar hij moet gaan telen, want dat is de beste teler van Nederland. Toen had ik zoiets van, ja, daar moet ik dan gebruik van maken. En toen ben ik in 2000, uh, eind 2001, heb ik op een gegeven moment op een A4-tje met allemaal tabelletjes. Ik kende nog geen Excel, dus allemaal tabelletjes langs elkaar heb ik dus een hele boekhouding voor mezelf opgezet en gezegd van, nou ja, dit wil ik gaan doen volgend jaar. En vervolgens ben ik met dat blaadje naar de banken gegaan en die zeiden allemaal van, ja, maar net een viesement achter de rug en daar gaan we niet financieren. En toen ben ik naar afnemers gegaan en die hebben gezegd van. Uh, uh, nou, die, wil, die wilde geld in mijn bedrijf stoppen. Dus die hebben dus ieder. Uh, van der Lem heeft geld erin gestopt en Jacob heeft er geld in en gestopt. En afnemers zijn degene die dan de groente zouden afnemen. De, 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 degene die inderdaad de groente af zouden nemen, ja. uh, zou nemen. En die hebben dus geld in mijn bedrijf uh, gepompt uh, op, op basis van mijn a 4 en ik ben langs de plantenleverancier gegaan en die heeft gezegd van nou durske als dit lukt of als dit jouw bedrijf gaat worden ga ik jou helpen. Nou dat was met de gewasbeschermingsmiddelen, dat was met de acryldoek. Iedereen wilde mij helpen, dus ja, dat was ontzettend mooi. Vervolgens ben ik uh, dat jaar begonnen met het bedrijf en toen heb ik op 15 december heb ik, mijn, uh, uh, heb ik nog 200 euro uit het bedrijf gehaald en daar hebben wij dus onze kerst mee gevierd. Het is zo herkenbaar voor mij ja. ook. Ja. Ik ja, heb al jouw... jaren op een appel en een ei geleefd. Ja, ik, uh, ik, ik ken jouw uh, verleden. Dus, ja. uh, uh, nou, uh, Echt ondernemersverhaal. Uh, ja, ik heb alles ingediend bij de, bij de boekhouder. En die had op, uh, was Mathilde van Beek. En zij zorgde ervoor dat op uh, uh, 7 januari... mijn volledige boekhouding afgewerkt was. Ja, dat was makkelijk, hè, een eenjarige boekhouding. En die hebben we dus netjes uh, uh, ingediend bij één bank waarvan uh, Jan van Nistelrooy tegen mij zei van nou meisje, als jij dit presteert om dit verhaal waar te maken hier, ga ik me hard maken dat jij de locatie thuis kunt kopen en dat je een nieuwe hal kunt bouwen van 50, uh, dat was, de eerste hal was 50 bij 35. Nou ja, wij leverden op 7 januari in, ik zat 2000 uh, euro langs mijn uh, begroting, dus Jan die zei van ja, nou moet ik aan de slag hè. Nou, en vervolgens heb ik dus in augustus dat jaar, 2003, de financiering gekregen om de thuislocatie 2,5 hectare te kopen en een nieuwe hal te gaan bouwen. En ja, en dat deed ik. Ja, dan mocht ik dus niet met mijn man, of ja, mijn, mijn vriend samen, want die moest de schuldsanering in. En ik heb me wat ellende meegemaakt in het begin, maar ja, het is uh, vechten, vechten, vechten geweest. En uh, drie jaar daarna had ik op een gegeven moment een inzinking, maar toen draaide alles en toen dacht ik van. Oh, ja, totdat ik en nu bereid. uiteindelijk een van de grootste. Dus dat, dat... Ja, we, hebben uiteindelijk, we hadden een hele mooie. In het begin hebben we al meteen hele mooie klanten gehad. Uh, ja, het is niet voor niks dat die uh, afnemers van ons ook in ons geloofden. Ja. en ook het geld erin gest, uh, gestopt hebben. Uh, dat bedrijf is overigens uh, nog steeds. Uh, leveren wij aan dat bedrijf. Uh, ja, uh, we hebben gewoon een hele mooie groei gehad met onze klanten mee. Dus uh, daar waar supermarkten elkaar overnamen, kwamen we af en toe wel in het gedrang omdat wij bij allebei de supermarkt aan het leveren waren. Maar uiteindelijk hebben we wel een hele mooie uh, stabiele groep van een dertigtal uh, afnemers. En, uh, ja, en wij groeien met onze klant mee. Dus wij groeien niet omdat wij willen groeien, maar we groeien omdat de vraag er in uh, december komt te liggen bij ons. Ja. Nou, het is natuurlijk een heel mooi ondernemersverhaal. En ook dan ook van een vrouw, dus daar, ligt, daar ligt, ligt mijn hart. Maar ik kan me gewoon niks voorstellen met wat, wat allemaal over jullie heen gejaagd wordt. Um, maar goed, even gewoon dus wat het, als je het omveld zeg maar, bekijkt van, uh, van de tuinbouw. Hè? Want nou ja, dat, je hebt het al over net even snel, noem je pesticiden. Uh, dat, nou ja, gebeurt dat allemaal wel um, sustainable? Uh, hoe, moet, hoe moeten we daar nou tegen aankijken? Gewoon vanuit, vanuit jouw gezien uh, Vanuit mijn gezien uh, Ik durf gewoon knoeperhard te zeggen... En dat is ook altijd mijn uitspraak geweest vanaf het begin van mijn bedrijf. Ik loop naar mijn koelcel toe. Ik pak een krop ijsbergsla uit de koelcel. En die snij ik kapot en die geef ik aan mijn kinderen. En daar denk ik niet over na. En daar zeg ik omdat ik ooit meegemaakt heb tijdens een studiereis in Spanje, daar we op een perceel stonden en er stond een collega-teler, die pakte een krop die open. En wat wij als telers altijd doen is even proeven aan de binnenkant of hij zoet is of wat voor smaak het is. En die werd uit onze handen geslagen. En toen dacht ik bij mezelf, werkelijk? Is dit, ga, ga je zo mee eten? Om, is dit wat jij klaarmaakt voor andere mensen? Nou, en dat is altijd, ik heb altijd geroepen van dit mag bij ons nooit gebeuren. Dus, uh, dus wat je ik, maakt, moet je zelf ook durven eten? Dat moet je zelf ook kunnen eten. Nou ja, ik, ik ben er heel makkelijk in, want ik ben zelf teler. Ik heb een ijsbergsla en ik was mijn ijsbergsla niet. Want een ijsbergsla die groeit van binnenuit. Dus als wij al iets spuiten, waar we dus... bij uh, met, 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 uh, tellen beestjes en we kijken wat er zit. En we overleggen ook met, uh, met de supermarkten van... Gaan we nog één keer of wordt een luis geaccepteerd? Eén, twee, drie luizen in het gewas... Er zijn heel veel discussies die bij ons gevoerd worden. Um, maar die bol die komt in het midden. Dus ik heb van ja, ik durf die gewoon op te eten. Ja, maar ja, ik, ik, ja. Dat, daar gaan we ook van uit dat, dat, ja. het, dat het zo en ik, is. Ik denk, dat er, ik denk dat er medicijnen zijn, de mensen medicijnen slikken, die vele malen giftiger zijn dan de gewasbeschermingsmiddelen die wij gebruiken ja, maar er is toch een beetje een beeld van jullie zitten daar gewoon een berg pesticiden ja. uh, over Nederland uit te jagen ja. en uh, de grond is daardoor zeg maar sterk vervuild. Nou, dat via de alle fijne vaatjes, zeg maar. Is dat zo? Nou ja, kan dat weer omhoog gezogen worden? En zo zitten we, zeg maar, hele vervuilde... Maar is dat zo? Ja, jij bent de expert in dit geval. Ik zeg dat het zo niet is. Dus light dus dit is wat we horen. Ja, dat klopt, dat is. En ik vind het mooie van alles ook, want ik heb natuurlijk een... Ik heb heel veel wakker gemaakt en uiteindelijk is mijn... Uh, mijn vlog uh, ook uh, door een feitenchecker uh, nagekeken en er is een stempel op komen te staan, want het artikel klopt niet, noem maar op. Dat gaf mij weer de kans om te reageren op die feitenchecker, want ik, ben er niet, ik, ik, ik probeer niet iemand iets wijs te maken. Ik, ik zit zelf ook bodemvol vragen, die gewoon, waar geen antwoord op zijn. En ik moet, bij sommige dingen moet ik gewoon constateren, ik heb zelf de lagere landbouwschool gedaan, ik heb de middelbare landbouwschool. En blijkbaar hebben ze vroeger alles tegen mij gelogen. Want er is nu ineens allemaal niet meer waar. De CO2 hebben wij nodig om te laten groeien. Uh, ja, alles is nu ineens niet meer waar, omdat er zogenaamde. Uh... Nieuwe inzichten, nieuwe richtlijnen, nieuwe modellen. Ja, ja, je ja, zegt het maar. Ja, denkwijze is. Dus nieuwe inzichten. Niet zozeer nieuwe inzichten. Uh, want wat iets, nu, iets wat nieuw is, hoeft niet direct. Um, 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 waarheid te zijn. Ik, ik, ik hou van onderzoek. Ik heb in mijn vlog op een gegeven moment ook, ook, ook gezegd... van: ik zeg, Wageningen, als, Wageningen, als jullie daadwerkelijk zo tegenover de boeren staan... Haal, haal alsjeblieft die A van agrarisch eraf. Want dan zijn jullie geen agrarisch meer. Nou ja, vervolgens zien we dus afgelopen week... door de Weur een prachtig artikel geschreven worden... waarin gezegd wordt van... de grond is er helemaal niet zo slecht aan toe... zoals iedereen roept. En dat, is ook meteen, dat geeft meteen weer wat de agrarische sector... De, uh, de groene hoek is veel beter in communicatie. En het naar buiten brengen. En het over de schutting heen gooien van informatie. Als de wij agrarische ondernemers doen. En dat merk ik ook aan mijn, aan mijn vlogjes die ik nu plaats. En de dingen die ik vertel. En ik loop door mijn perceel heen. En ik laat mensen dingen zien. En dan, dan hoe de reacties van de burgers. Zo van God, nooit geweten dat dat zo zit. Ja, is echt een. een, een wij, wij moeten als agrarische ondernemers veel meer laten zien wat wij doen. En dat geldt voor de, 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 de volle breedte van de tuinbouw. Maar je, je noemt Wageningen. Wageningen was natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog nooit meer honger. Ja. Nou, die hebben daar uh, veel denkkrachten ook besteed. Hoe kunnen we nou zeg maar op met zo min mogelijk vierkante meter zoveel mogelijk eten van mensen ja. maken. Nou, volgens mij heeft Nederland daar heel goed in gepresteerd. Ja, dus daar, daar, dat was ook een beetje de trots van Nederland. Ja, je hoeft uh, geen honger te lijden. Nee? nee, en als je boven Nederland uh, vliegt en, of sowieso als je rondfietst, loopt, uh, wandelt, rijdt, uh, Nederland is eigenlijk gewoon een productielandschap, toch? Dus heel, bijna alles is zeg maar toch voor eten te maken. Ja. Uh, zo hebben we het ingericht. Ja. Volgens mij vol trots, uh, weet je. Dat was in ieder geval. En ooit dat, wel. Ja. Ooit wel. Ja. Um, en daar is het dus in één keer een soort Omslag ingekomen. Die, die denk ik voor best veel mensen toch ook moeilijk te volgen is. Van, ja. Van, ja. Uh, en en, en, en ja, over jullie uitgestort wordt, zeg maar. maar want ja. ik wist voor jouw filmpje niet eens dat dit ook speelde. Ik dacht dat wat jullie, de problemen die jullie hadden, was CO2. Ja. En nu die hele hoge gasrekening. Dat, dat lijkt me al meer dan ja. genoeg. De, de gasrekening die ligt bij, bij de kassen. Ja. En dan, uh, maar jij zegt ook, jouw rekening is ook gegaan van... Mijn rekening is ook flink gestegen, ja. En die wordt, ja, ik, ik kan er niks anders van maken. Dus die wordt gewoon doorgelegd naar de supermarkt. Dus het eten in de supermarkt gaat gewoon steeds duurder worden. Van 7.000 euro naar 52.000 euro per maand. Per maand, ja. Oké, okay, maar jij zegt, ik reken, het, ik reken het gewoon door. Ja, ik, ik, ik zou van moeten. Ja. Want ik zou niet weten waar ik anders dat geld vandaan van, van moet gaan halen. En, ja... Ja, ik, het is heel, heel normaal als het, als het bedrijf niks opbrengt, dan is de BW gewoon failliet, hè? Dan, dan houdt het op. Ja, maar goed, dus dat zijn CO2, hogere energiekosten. Stikstof. Stikstof. Ja. Nitraat. En nitraat, ja. Nou ja, en uh, daar waar stikstof nu al uh, uh, verdeeld wordt over ja, Schiphol, is bijvoorbeeld een, uh, een, uh, een, 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 een heel groot bedrijf. Uh, heb ik, oh, gisteravond heb ik bij, uh, bij een vergadering gezeten van het waterschap uh, AMA's bij ons uh, in de omgeving. En op een gegeven moment heb ik daar de vraag gesteld van uh, uh, rioolbedrijven, hebben die eigenlijk een milieuvergunning? Nou, ik heb geen antwoord gekregen, maar volgens mij hebben gewoon alle rioolbedrijven hier in Nederland geen milieuvergunning. En een rioolbedrijf, uh, een rioolverwerksbedrijf, is niks anders dan de mestfabriek van alle mensen. Want we poepen plassen? En, en poepen plassen allemaal. Dat gaat allemaal hier via die le mooie leidingen. Bij de koeien gaat het de put in. Bij ons gaat het de riool in. Die gaan allemaal naar die rioolverwerkingsplaatsen. Vervolgens, als er daar een hele grote buik komt, komt er nog heel veel water bij. Dan krijgen we rust dat ze het niet kunnen verwerken. Die is dus niet kunnen verwerken. Dan gaat het naar het buitengebied. Dus daar waar wij zitten. Daar hebben we de riool overstorten zitten. Hele, of hele sloten lopen vol. Met en onze poep en plaats. Met jullie poep en plas? Ja, met onze. Ik net zo goed. Maandverband. Alles zit er soms bij. En dan loop ik... Ik loop elk jaar de, de Vierdaagse, ik, mijn oudste is 23, mijn jongste is 10, dus ik loop al jaren mee uh, de Vierdaagse. En elke keer kom ik bij ons in het dorp, uh, achter uh, bij de melkpad, uh, in die hoek. En dan zeg ik van, oh, kijk, eens je wat een prachtige fauna hier aanwezig is. Ja, daar zit een jon overstort. En daar groeit het, en daar bloeit het, en daar is het wilderig. en iedereen hoe prachtig. En ik denk, ja, jullie kijken gewoon naar je eigen nest hoor. Dus ja, mensen zijn zich er niet van bewust. Nou, ik heb het hier al best wel vaak uh, wel geopperd. Dat ik dus ook zeg van, als we bij de koeien kijken, of bij honden, of waar dan ook, naar nou, de poepenplas. Dan, ja, die van ons is toch gelijk maar net zo... Hetzelfde, precies hetzelfde. Uh, er zitten ja. bij ons niet in één keer alleen maar allerlei gezonde stoffen uh, in. Nee. Maar goed, jij hebt dat dus ook gevraagd en het antwoord was? Uh, volgens mij hebben riool, uh, rioolbedrijven geen milieuvergunningen. En er zijn nog veel meer bedrijven die dus geen milieuvergunning hebben. Die gewoon hier in Nederland zitten. En het erge van alles is, die worden gewoon de handen boven de kop gehouden door de, door de Nederlandse staat. Terwijl ik denk bij mezelf: van, wij zijn één Nederland en ik heb maar één doel. En dat is een gezonde omgeving hier en gezond water. Dat is mijn doel. Maar het moet niet zo zijn dat ik tegen hun geheugen probeer om mijn bedrijf. Uh, zo duurzaam mogelijk te maken en dat vervolgens er langs een, een van de fabrieken staat die dus uh, alles zomaar kan dumpen. En het mooie voorbeeld daarin is met nitraten. Uh, als we naar Duitsland gaan kijken, Duitsland, ik ken de, niet precie ik ken de getallen precies, maar wat inhoudt weet ik niet precies. Maar uh, Duitsland heeft een getal van 11 milliliter per, ik denk liter, wat dus in de, in de Rijn mag zitten. Uh, België heeft een getal van 4 uh, milliliter uh, wat in de Maas uitgestort mag worden. Zo gauw het bij de grens komt, bij Nederlands, moet het terug naar 2.3. Nou, dat lukt ons al niet. Er staat daar een hele grote zuiveringsinstallatie. Nee, dat is niks. Het, het stroomt gewoon. De, de Rijn, hebben sinds, sinds 1956, komt er 40% meer water door de Rijn pst, over die snelweg... ...naar, uh, naar uh, de Noordzee toe. Geeft ook meteen weer waarom Nederland aan het verdrogen is. Dus die Rijn die hebben ze heel breed gemaakt in verband met die boten en alles. Veel meer water erdoorheen. Maar het komt op elf hier ons land binnen. En dan moeten wij hier nu ineens zorgen dat dus in de Rijn... ...ja, de Rijn wordt niet getest, hè, want daar wordt nog niks van gezegd. Maar die Rijn die stroomt en de water, vanuit de Rijn gaat ook zo weer het land in. Dus het komt, met elf loopt het het land in... En dan loopt het langs, langs de perceel op van een boer. en die heeft mest uitgereden. en dan heeft de nancy boer heeft het gedaan. Ja, maar. Uh, ook, ook bij de overstort. Die, die telt dan ook bij jullie. Die telt ook. Nou ja, ik hoor ook al vertellen van, 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 uh, van mensen. die dus inderdaad in, overstort, uh, 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 in de buurt van de overstort wonen. Daar hebben ze dus. Bij, uh, de, de waterschappen doen heel veel metingen. Ook, van wat, hoe het met het water gesteld is. En er zijn dus uh, meetpunten in de plaats van na de overstort... voor de overstort neergezet. Want water loopt altijd naar het laagste punt. Nou, en waar in het verleden dus daar ergens ter punt stond... dan dachten we... Nee, dat past niet goed in het, het systeem met, uh, met die overstort... hebben ze hem daarvoor gezet. Dus... Ja, ja dat, dat brengt me meteen bij... het probleem van de waterschappen. De waterschappen... Nou, zien, ik zou denken als boer... Uh... Ja, maar dat ook niet. <totsementen <totsementen <totsementen> ik doe nog wel wat cementen. Dan gaan we het even lekker ergens anders doen. Ja, dat kan je wel willen, maar de, de rioolbedrijven en de, de riooloverstorten, die worden gewoon geplaatst. Hè. De, ehm, er wordt nu gezegd, dat viel mij gisteren dus ook op, er wordt nu dus gezegd van de waterschapslasten hier in Nederland gaan naar boven toe, want wij moeten alles zuiveren, want die boeren. En dan denk ik bij mezelf: nee, jullie zijn grondposities aan het bepalen. Dus jullie willen grond aankopen. En de waterschappen zijn niet meer puur zang, we gaan over het water. De waterschappen leggen complete natuurgebieden aan. Hoort dat wel bij een waterschap thuis, zo'n natuurgebied aanleggen? Het kan, kan een keus zijn, hè? maar die keus is ons nooit gegeven, dat het gebeurt. En dus de waterschappen lasten gaan omhoog, maar dus, dus eigenlijk zijn we, zijn we gewoon eh, natuurgebieden van onze belastingcenten nog steeds meer natuurgebieden aan het aanleggen. Nou, inderdaad, het kan een keuze zijn dat je denkt, nou, in, in plaats van productieland ja, worden we een gezellig wandelgebiedland, zou kunnen. Ja, maar dan maar, moet je niet de boeren de schuld geven. Nou ja, maar hoe krijg je in, in, in godsnaam van 11, ja. dus het, het getal 11 wat in Duitsland is, naar dat getal wat in Nederland is? Ik bedoel, hoe, hoe krijg je dat? dat, je dat? Niet. Dus ik bedoel, al staat hier geen één boom meer of zo, hè, dan moeten we allemaal niet meer poepen plassen. Hoe, hoe krijgen we dat ooit überhaupt naar dat punt wat we willen? Uh, dat krijgen we niet. Dus dat is een onmogelijk cijfer. Het is een onmogelijk cijfer. Iemand heeft ergens in het verleden. In, uh, elk land mag zelf bepalen welke getallen hij dat doen met onze stikstof ook. Hè. Als we gaan kijken naar uh, de gebieden uh, van stikstof uh, binnen Europa. Duitsland is hartstikke groen, keigezond. Bij, precies bij de grens houdt het op, aan de andere kant van de grens, knalrood. Heel Nederland heeft een stikstofprobleem. Maar dat komt omdat er ooit politici zijn geweest die een bepaald eh, een getal, een norm in, uh, in uh, Brussel neer hebben gelegd. En dan zegt Brussel: van... Nou, een leuk Nederland dat jullie gedaan hebben, maar daar houden we jullie aan. En dat is nu bij nitraat precies hetzelfde. Ik heb al geopperd op een gegeven moment. Als we nu eens 11 pakken en we pakken 4 van België en die 2,3 van Nederland. Dus 11 plus 4 is 15 plus die 2,3 van Nederland is 17. Gedeeld door 3. Zitten we iets boven de 5. Als we dan eens allemaal samen 5 aanhouden. Ja, nou ik zou ook denken, dit is juist gereguleerd door Europa. Ja, en als we 5 aanhouden, dan heeft Nederland nergens geen probleem. Geen dan problemen. zijn wij groen. Dan zijn wij groen. Dan is Duitsland rood. Dan is Duitsland hartstikke rood. Ja, Want daar gaat wel goed ja. En dan wees. hebben al die fabrieken die dus In Duitsland nu staan. dus gewoon op de Rijn Lozen, Ja, die hebben een probleem. Maar daar willen we niet aankomen. Hè? Het is niks zo makkelijk als gewoon die boeren te schoppen. Alleen wij vergeten daarmee dat die boeren nog steeds onze eerste levensbehoeftes zijn. Nou ja, ik kan daar zelf ook heel moeilijk bij. Dat ik denk van komende van na de Tweede Wereldoorlog nooit meer honger. Toen was die ja. urgentie er. Uh, dat lijkt... Gewoon geen thema meer. Alsof. Nee. Uh, nee. Dus, 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 dus hoe, hoe moet je dat zien? Want er is ook zoiets als een ecosysteem. Hè? Volgens mij ook tussen Noord- en Zuid-Europa. Ja. Je? je hebt toch ook gewoon wel allerlei soorten zomerseizoen, winterseizoen. Ja. Uh, dus misschien kan je daar iets over uitleggen hoe, hoe we dat hebben geregeld. Nou. Uh, ik, ben al, al, ik, ik volg natuurlijk alles heel goed. Hè. En ik, ik kijk ook heel goed van wat gebeurt er binnen, binnen provincies Wat gebeurt, er binnen, binnen gemeentes uh, Zo hebben we de verspilling gehad. Hè. Die verspilling hebben ze ook bij de boeren over de, over de schutting ingegooid. Want wij zouden alles verspillen. Ik zei, ja, natuurlijk. Hè. Als, als iets nog vijf euro op kan brengen, dan donder ik het gewoon zo weg. Nee. Jullie zouden uh, te veel telen ten opzichte van wat er. Nou, nou, dat is absoluut al niet waar. De grootste verspilling zit gewoon bij, bij, bij burgers in, in, in de keuken. Daar wordt het meeste eten weggegooid. Dat, dat kun je voorkomen door het eten gewoon heel duur te maken. Hè. Want dan, uh, dan, dan letten ze wel op. Want dan wordt het appeltje met een rood plekje... dan wordt gewoon eraf gesneden en wordt alsnog opgegeten. Um, uh, als, ik vraag heel vaak, heel vaak aan mensen van... ...wat is voor jou lokaal? En als ik dan mensen spreek, dan krijgen we hier het, het, het ja, ik moet ik, 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 niks anders zeggen als de Nederlandse bekrompenheid. Ja, ja lokaal is 15 kilometer. Leer, leer ons maar, leer ons ja, maar. Ja, ga ik met diezelfde vraag naar, naar Amerika en ik zeg, wat is lokaal? Nou, 800 miles. Dus dat is nogal, 15 kilometer of 800 kilometer is miles, nog meer, is nogal een groot verschil. Um, als wij gewoon kijken naar, naar het systeem zoals wij, wij hier in Europa hebben, wij zijn uh, in, hier in, um, uh, even vooropgesteld, Denemarken, uh, Noord-Duitsland, Nederland, België en Noord-Frankrijk, dat is de meest uh, vruchtbare delta die wij eigenlijk op heel de wereldbol hebben. Dat is de, hier, je vindt nergens op de wereldbol uh, 80% zwarte grond. De grondkwaliteit is. De grondkwaliteit goed. is hier perfect. Het klimaat is hier perfect. Nou, ja, wat we doen... zitten op goud. Wij zitten op goud. We hebben de grasbeil en we hebben de beste grond. Ja, dat klopt. Alleen, wat doen mensen? Uh, waar willen mensen wonen? Daar waar eten is. Dus wat hebben de mensen gedaan? Die komen allemaal deze kant in. Nou, dan zien we ook, Nederland begint overvol te raken. Vervolgens gaan wij dus onze agrarische ondernemers hier wegjagen. En dan zeggen ze van ja, 1 oktober moeten jullie stoppen met telen. En dan wordt dus voor ons verwacht dat wij dus. Ja, ik denk dat wij dan naar Spanje moeten. Maar ik weet niet of je. Maar dan het... moet je dus altijd weggooien, dus precies die verspilling, wat moet je dan vanaf 1 oktober? Ja, die kringloop, de die die, die kringloopdiscussie snap ik totaal niet. Maar uh, ze willen dus ons, vanaf 1 oktober willen ze dus hebben dat wij stoppen met telen. En als wij dan uh, toch doorgaan met telen, dan worden we beboet. Dus dan, ja, erop heb je minder voeding, minder voeding. Na drie jaar stop je vanzelf, want er groeit gewoon helemaal niks meer hier. Wat wij nu doen is dus, uh, ik, ik, ik heb toch een donkerbruin vermoeden dat er een onderliggende uh, agenda is met het aankomen van grond om uh, de huisvesting. En ik snap heel goed dat die asielzoekers geholpen moeten worden. Dat snap ik heel goed. Maar het is toch van de zotte dat wij asielzoekers, dus uit, uh, uit, uit Syrië en uit die landen, die komen hier naar Nederland toe. Onze beste, vruchtbaarste delta die er is, die plompen we vol met huizen. En vervolgens gaan we in die woestijn, waar warmte aanwezig is, waar een huis gebouwd kan worden met zonnecorrectoren en waar dus met heel weinig energie iemand kan leven. Daar moeten wij dus gaan telen. Ja, dat is gewoon niet te doen. Tenzij. Uh, en dat weet ik dus niet, want dat, moet ik, ja, dat moeten we nog verder onderzoeken. Tenzij de, de teelt op water, dat is een project waar ik dus uh, vanaf 2008 ook uh, aan mee deelgenomen heb, tenzij die zover zijn dat wij inderdaad binnen nu en, uh, en, en, en drie jaar uh, uh, ons eten alleen nog maar uit een fabriek krijgen. Uh, nou, uh, een heel intens verhaal, maar toch ook heel even nog Noord- en Zuid-Europa, hoe die afhankelijk van elkaar zijn. Dus want we zijn een beetje uitgewaard. Allemaal ja. hele belangrijke punten. Ja. Daar komen we direct ook zeker op terug. Ja. Maar gewoon even van, van we zitten op hele vruchtbare grond. Ja. Die, die gebieden en wij, die wij, en wij zijn de zomertuin. Wij telen ongeveer zeven maanden. En wij zijn de, wij zijn de zomertuin van uh, Zuid-Europa. Want Zuid-Europa is in de zomer veel te warm. Dus dan telen wij voor Zuid-Europa. En in de winter teelt Zuid-Europa voor Noord-Europa. En dat, past, dat loopt klakkeloos in elkaar over. En wij hebben rond 10 mei. beginnen wij de switch te maken tussen Nederland en tussen, tussen Spanje. Dat duurt een week. Dan hebben we elkaar verdrukt, noemen we dat. Dan is dat, dat duurt twee, drie weken. En dan, dan scheidt er Spanje ook uit, omdat het gewoon echt te heet wordt. Nou ja, en dan hebben we dus eind oktober, midden november. krijgen we weer een switch. En dan, dan zijn wij met onze laatste producten bezig, omdat het hier te, te koud begint te worden. En dan gaat de Spanje, die neemt het dan over. En Spanje kan ook niet eerder komen. Want stel dat we dan zeggen van uh, uh, de ijsbergslaag gaan we dadelijk vanaf 1 oktober vanuit Spanje halen. Dat betekent dat je dus op 1 augustus gepland moet gaan worden in Spanje. En ik weet niet of je ooit op 1 augustus in dat is Spanje heel bent geweest. Heel warm. Ja, de, heel dat zaadje dat komt nooit of de nimmer boven de grond uit. En zetten we daar gewoon een perspotje met een plantje erin, dan kijkt hij één keer naar die koperen boven en, brot, 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 en weg is hij. Want het, er groeit gewoon niks op 1, uh, 1 augustus. Dus hoe kunnen ze dat. Waar, waar, ja, wie kan dit zo bedenken? Ik, echt, werkelijk. Wie? Maar het, het, het is dus als je uh, dus op die vruchtbare gebieden. Hè, waar jij van vermoedt, ze willen daar nu gaan bouwen. Hè? Ja. Dat vermoeden we, dat weten we niet, maar dat lijkt het. We maar, maar goed, dat maakt niets. eigenlijk ook niet eens uit. Nee. Het, 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 het feit is, als we die, uh, die gouden grond, laat ik het maar even zo ja. noemen, als we daar dus de, deze regels op gaan toepassen, dan, dan hebben we binnen nu en drie jaar eigenlijk geen eten meer voor heel Europa. Dan hebben we in de zomermaanden hebben we nog eten, maar dan gaan er wel heel flinke periodes ontstaan uh, waar gewoon inderdaad geen eten is. En is het geen eten of zijn het dan de ouderwetse kolen die wel uh, komen? Katten... Uh, ja, de, uh, de mogen aardappels. Mijn... Mogen die. Mogen nee, die... aardappels mogen niet, die staan niet op de lijst. Gewoon de, de, ja, de, de En, en dat zou, pot... zou dan betekenen dat de aardappels, als die dus 1 oktober uit de grond moeten zijn, dan zouden dus de aardappels doodgespoten moeten worden. Hè. Daar waar een aardappel normaliter ergens in september dood begint te gaan en begint af te sterven, waardoor ze dus in oktober gewoon in rust geoogst kunnen worden, zeggen we nou, van, nou, dan moeten we dus gewoon op 1 september moeten we ze dood spuiten, want we moeten het leven eruit halen, want dan kunnen we ze voor 1 oktober kunnen we ze uh, alsnog rooien, en dan gaan ze de cel in, kost uh, weet ik hoeveel weken extra energie om, om, die, uh, om die dingen koel te houden, om, om droog te houden... Uh, het kost heel veel meer in uh, ja. daar waar het normaliter gewoon afsterft. Een natuurlijk proces. Een duur proces is, ja, ja inderdaad, moeder aarde heeft alles uh, gewoon verzonnen om het gewoon te laten kloppen. Hè. Dus uh, kalenderlandbouw kent, ons, uh, kent moeder aarde helemaal niet. Er heeft, er heeft moeder aarde niks mee met kalenderlandbouw. Er nee, dus, zit, daar zit, daar zit lange kennis, ja. waardoor heel veel mensen kunnen voeden. Ja. En dat wordt eigenlijk nu gewoon ja. een soort nieuwe waarheid uh, gelanceerd. Ja. Waarvan jij nu eigenlijk toch de rode vlag, letterlijk. Letterlijk, ja, ja inderdaad. Het uh, zwaait van jongens, dat gaat hier gieren mis. Dat gaat hartstikke mis. Wij, wij, uh, ik heb mezelf de afgelopen vijf jaar. Heb ik, tig keer ben ik tig naar een, een bijeenkomst geweest. Het, 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 het zij van de banken, het zij van de provincie. het zij uit gemeentes, het zij het, het uit LTO. Uh, en dan hebben we het over kringlooplandbouw. En wij hebben heel hard ingezet op die kringlooplandbouw. Zo ben ik al, al, al bijna al tien jaar uh, uh, bezig met de humusgehalte uh, naar boven te brengen. Elk perceel in Nederland zou gewoon een bepaald humusgehalte moeten hebben. Ja, dan... Leg ons even uit wat is humusgehalte humus is. Uh, uh, humus is gewoon door de plantenresten. Ja. Uh, zand is niks anders dan glas. Het zijn glaskorreltjes, dat is zand. Er nou, zit niet euh, zoveel in. Nee, 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 dat is gewoon ja, sla de glas kapot en dan heb je dus eigenlijk zo'n soort zand heb je dan. Nou, dat doen we dus. We hebben die humusgehalte, of de humus tussen gedaan. Dus dode plantenresten zitten daar tussen. En die dode plantenresten zorgen voor als, als de humusgehalte hoog genoeg is. Stel dat wij hier in Nederland overal een humusgehalte zouden hebben van 8%. Dan verdroogde Nederland nog niet al heb je het graag. Want dan wonen we op een half moedas. Als wij een humusgehalte hebben van 8%. Dan spoelt er helemaal niks uit. Ik heb overigens nu ook vernomen weer dat de NO3, dat is de natuurlijke stikstof, en we hebben NOx, dat is dus de autostikstof. De NO3 die zou zich wel binden aan humus, en NOx zou zich dus veel slechter aan humus uh, binden. Daar ben ik overigens nog niet over uit, niemand geeft mij een antwoord erop. Dus mocht iemand uh, ja, het antwoord weten, alsjeblieft, reageer ja, laat het me weten. Uh, maar door het humusgehalte naar boven te brengen, kunnen wij heel veel problemen oplossen. Nou, dat hebben we de afgelopen jaren, als ik ga kijken naar mijn eigen bedrijf toe, daar hebben wij, uh, heb, ik, heb ik ook de opdracht gegeven bij ons op het bedrijf, van jongens, ga investeren in die grond. We hebben wel de pech dat we heel veel grond moeten huren, en hebben we er af en toe van af moeten, en dat we dan inderdaad weer misschien een teler nakomt, die dan weer heel veel goede stoffen uit die grond haalt, waardoor we het jaar erop weer een probleem hebben. Moeten we, ik zeg, wij moeten heel vaak grond ontginnen, maar tuinbouwgrond is, is gewoon, dan merk je ook als je gaat kijken naar de prijzen. Dan heb je dus je hebt, je hebt, uh, grasland, je hebt uh, landbouwgrond en je hebt tuinbouwgrond. Tuinbouwgrond is gewoon het meest dure, maar dat komt omdat die gewoon heel goed in orde is. En wij hebben met ons bedrijf heel erg ingezet op die, op die grond om die te verbeteren. Dat hebben we ook gedaan samen met de wur. Dus daar lopen heel veel onderzoeken ook samen met de wur over uh, het humusgehalte naar boven te brengen. Om, om planten erin te zetten die de stikstof binden. Uh, ik, ik publiceer ook alles bij mij op Facebook als er weer een onderzoek geweest is. He, hartstikke interessant met stikstofbolletjes en weet ik wat allemaal. En dan denken we van, nou, we zijn hartstikke goed bezig. En dan vervolgens word je gewoon ineens bij je, bij je enkels afgezagen. Nee, dat, 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 dat is heel goed inleefbaar. Maar je, 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 want we hadden eigenlijk drie problemen volgens mij uh, uh, genoteerd. Maar nu noemde je eigenlijk ook het vierde: en dat is uh, de droogte. Ja, hè, dus dat, dat is natuurlijk ook jullie schuld, toch? Uh, nee, dat is het schuld van de waterschap. Ja. Dat is ook onze <laughs> schuld. Ja, kom erop, mia culpa. <laughs> ja, maar op, uh, Miagmoopa. Maar jullie mogen dan niet sproeien, er mag van alles niet. Er mag dus toch, dat, dat is toch ook een heel thema? De droogte is een heel groot thema. En, uh, en wij sproeien met ons bedrijf bijvoorbeeld alleen maar s'nachts. Dus wij hebben, ik heb 18 assen lopen. En die worden overdag door, 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 door onze mensen, onze medewerkers verzet. En in de avonduren zijn we met een man of drie, vier eh, onderweg om al die haspels aan te zetten. S'nachts berekenen wij. Maar wat wij gedaan hebben is eh, heel veel eh, dorpen gebouwd eh, en huizen zijn erbij. Dus we gaan kijken, de jaren zestig en nu zijn wij heel uitgebreid met een heel hoop huizen. Vervolgens zeggen ze, hebben we alle sloten uit alle dorpen weggehaald... Want uh, ja, we willen geen sloot hebben, want we willen geen omgedierte en we willen geen muggen. En, uh, nou, dus alles is weg. Alles is versteend in, een heel, uh, heel, uh, uh, in alle dorpen. Uh, en, en, en in de steden ook. In de hoor. steden ook heel erg, ja. Ja, ja. ja, nou, als ik hier naar buiten kom, <laughs> dan denk ik bij mezelf van... Uh, wat hier een heel de straat staat, dat staat bij mij uh, alleen in mijn, bij mijn voordeur aan het planten. Dus er kan hier ook nog wel een en ander uit, uh, uitgehaald worden. Um, maar we hebben heel veel, uh, uh, heel veel water, wordt nu dus heel snel uit de dorpen naar buiten gedaan. Nou, daarbij, via de rioleringen? Via de rioleringen, of, of, of uh, ja, nee, eigenlijk via rioleringen. En tegenwoordig worden steeds meer uh, nieuwe wijken ook uh, afgesloten van het riool met, met uh, regenwater. En worden dus uh, via sloten afgevoerd. Nou ja, vervolgens worden dus bij ons... Op, ja, wij krijgen dan het probleem van een dorp... die komt dan in het buitengebied... en dat komt dan bij ons uit. Nou, wij zeggen ook van... ja, maar zoveel water kunnen wij ook niet verwerken. Uh, daar, daarvoor zit dan nog inderdaad... dat wij uh, uh, nooit geen honger meer... dus die grond is ook daadwerkelijk veel armer geworden. We hebben vanaf begin 1980... de mestwetgeving gehad. In heel die mestwetgeving... is nooit gerekening gehouden met humus of... Er is uh, dus alleen maar over bepaalde stofjes in de grond gesproken. En daarmee hebben we heel veel kennis ook zijn we kwijtgeraakt. Ik zeg altijd zo van: alsjeblieft, regering, ga eens naar een bejaardenhuis, ga eens naar die 90-jarige boeren toe en ga daar eens het gesprek mee voeren. Want die mensen wisten verdorie goed uh, wat er met de grond is. Hè. Mijn man is ook al iets ouder. En die pakt grond en die ruikt. En, en wij ruiken gewoon aan de grond of, of, die, of, die, inderdaad, goed of die goed is, ja. Wat ja. goed is, gewoon ook heel even vanuit gezondheid, hè, is ja. dat er dus ja, gewoon veel voedingsstoffen in zitten, toch? En... Nee, 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 het is veel meer dan voedingsstoffen. Okay. Het zijn voedingsstoffen die willen de planten hebben. Ja. Maar het zijn ook bacteriën, het zijn um, um, schimmels. Uh, de, de, samenwerking in, de, de samenwerking in de grond die is zo verschrikkelijk mooi. Er zit zo'n uh, voedselweb in, in, in de grond wat elkaar versterkt. Ja, dat is, dat, ja, wij, wij, wij weten. Magie, magie, toch? Ja, magie. Wij weten gewoon nog niet voor de helft wat er zich afspeelt in die grond. En ik moet ook zeggen, dat wordt ook gewoon niet, niet meer geleerd op de landbouwscholen. Dat wordt on, nee, onze jeugd krijgt het gewoon. Ik, ik, ik stuur nou mijn, mijn, mijn mensen van bij mijn bedrijf, die in de teelt zitten, stuur ik dus naar de, de has toe om plantenfysiologie te gaan leren, om bewust te worden van wat er in die grond gebeurt. Alleen, ja, nou denk bij mezelf, moet ik er nog wel volhouden? Want heb ik nog wel bestaansrecht hier? Hey, dat, dus dat, we, uh... willen, we willen van alles, we willen, we willen het heel goed doen. En vervolgens zitten er een paar in Den Haag die dan denken dat iets gebeurt. Want dat valt mij op. Het kennisniveau is ontzettend laag. Ik heb nou senators bij mij op, de, op, op bedrijf gehad. Statenleden zijn er bij mij op bedrijf geweest. En dan ben ik dingen aan het vertellen en dan sommige mensen. Ik denk, werkelijk, mo mo moet jij hier iets, iets van dit probleem vinden? Ja, wij, 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 ja, wij komen echt, echt. Er zijn partijen bij die totaal geen kennis hebben op, op deze dossiers. Ja, maar het, is het goede daaraan is dus dat ze wel naar jou toe komen om te leren. Nou, Alleen die ja, beslissen over jouw lot. Nee, nee. Het erge van alles is dat de partijen die eigenlijk weten. Uh, hoe het zit. Die komen met mij daar gesprek mee aangaan. Maar de partijen die in de coalitie zitten en die dadelijk moeten gaan beslissen. die niet. Die zien wij nergens. Die zie jij ook niet voorbij komen. Het zijn. Het zijn de andere partijen die dus inderdaad wel zich verdiepen in dit probleem, maar ik heb nog niemand van de VVD bij mij gehad. Ik heb nog niemand van uh, CDA. CDA, nee, van CDA heb ik ook Want nog niemand die, bij me gehad. Die zei van jullie, uh, van oud Herma, dat die ook. ook uh, ja, ooit was dat. Oodpassend. Ooit was dat. Uh, nou, je noemt ze allemaal maar op. D D66. We hebben iemand, er is een paar jaar geleden, hebben ze de D66 is, is verkozen. Die heeft heel Nederland over de zijkinnen geholpen met heel veel wetjes en dingetjes die ze nu willen gaan doen. En vervolgens gaat degene die dat gedaan heeft op een positie zitten. Waarbij ze kan zeggen: Ah, oh, ik heb het dus niet gewoest. Ik denk bij mezelf: van als jij zo'n grote mond had drie, drie jaar geleden, terugkomen ja, en opkomen lossen hier. Maar nu zit, zit, ja, moet geen, mag geen naam, ja die nee, mag geen naam, we weten wie we het hebben. Die dus gaat nog op een positie zitten waarbij ze kan zeggen van, nou, hè, ik heb als een olifant in de porseleinkast, ben ik door Nederland heen gebulderd. En vervolgens mogen jullie het lekker opruimen. En over twee jaar dan denk ik van, ja, maar ik wist het niet, want ik zat op een andere post. Ja. Nou, en dat neem ik ook heel erg kwalijk, dat neem ik echt. Voor de mensen die toch de naam niet herkennen? Uh, mevrouw Kaag. Mevrouw Kaag heeft heel veel dingen gezegd. En D66 is gewoon, uh, is de, ja, ik zeg tegenwoordig van, hebben we, we hebben GroenLinks. Uh, VVD is GroenRechts. En D66 is ook GroenRechts. En die brengen alles aan het zijk En vervolgens zetten ze een stapje terug en dan nemen ze niet die verantwoordelijkheid. Ik vind het een kwalijke zaak. Eigenlijk, ik ben van mening wat nu gebeurt. En over twee, drie jaar blijkt daadwerkelijk. Dat wij een voedselprobleem hebben, moeten zij opgesloten worden. Dit moet gewoon strafbaar gesteld worden. Want we, we hebben het hier over mensen. Uh, we zien het nu alleen met de energie, dat mensen gewoon de energie niet kunnen betalen. Dit is al, dit, dit, iemand heeft ooit verzonnen dat wij al onze energiebedrijven gingen verkopen. Hè? Ja. En degene die dat gedaan heeft en die ons nu dus eigenlijk hier ingestort heeft, want we hebben nu niks meer te zeggen over de energie, want het zijn allemaal private bedrijven. Die zouden we gewoon aansprakelijk moeten stellen. Ja, nou, het zijn allemaal politieke keuzes. Dat ja. is uh, alles waar we in zitten. zijn natuurlijk allemaal politieke ja. keuzes. Ja, maar er zitten, er zitten gevaarlijke politieke keuzes bij. Ja. Nee, die, die behoorlijk desastreus uh, ja. aflopen. Ja. Dan heb je van het, wat je al zei, hè? die energierekening. Die reken ik gewoon door. Dus het voedsel, ja. voedsel wordt, uh, wordt duurder. Hè? Ja. Dus wat ook bij de energie is. Maar wat nog ernstiger is, straks hebben we geen voedsel meer. Of nee. nog maar. Veel minder. Ja, dan, dan komen we uit van uh, zijn ze die fabrieken nu aan het bouwen? Ja, en dan, die zijn want, ze die want, zieloze, zieloze uh, fabrieken, hè? want uh, en, en fabrieken, uh, want ja, je, 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 je noemde dat even kort: van, dan komt alles uit de fabriek. Ja. Dus, dus uh, noem maar ze op nepvlees. Uh, nepgroenten ja. uh, via een printer. Uh, ja, Afrika die vind ik of ja, nou, of, ja, we hebben... jij? Of gewoon in een potje lasagna saus die vol met. Uh... Nee, dat is gewoon. De, de, ze zijn wat aan het alles onderzoeken, teelt op water, zijn ze bezig. Hè? Dus zes verdiepingen hoog, ledverlichtingen binnen. En dan gewoon op een industrieterrein. En dan komt jouw, uh, jouw sla Komt uit, dan uit, uit de fabriek, heeft nooit van zijn leven de natuur meegemaakt, heeft nooit geen zon gezien. En ik maar ben juist, die, af... juist die grond, hè, waar jij juist zo bij ja. stil stond. Wat ik zei, er ja, zitten voedingsstoffen die, in. De symbiose zeg, 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 die onderin er zit. Daar zitten schimmels, daar zitten ja. zit bacteriën, ook nog heel veel wat we niet snappen. Ja. Wij denken gewoon: een miner ja. kan wel weg, want het heeft water nodig en licht. Ja. En, en al dat. Ja, ja, ja. ja, ja. Onhandig. Onhandig spul. Ja. Nou, jij zegt, daar, daar nee, wordt een is niet. gigantische denkfout nee. gemaakt. Ja, ja, klopt. Want uh, pas, pas stond er ergens een heel prachtig artikel. Daar was ik zo blij mee te kijken. Want wij hebben het altijd over het dierenleed. Hè? Want dieren is altijd van, oh, het is allemaal zo erg en noem maar op. Maar ook die plant die voelt. Want het is niet voor niks dat er planten zijn... en als je dan versnelt, die dus... Gewoon aan het rondvoelen zijn en op een gegeven moment dus uh, hoppakee uh, een stukje gas pakken en die klimmen weer naar boven toe. Ook die plant, die, er zit een heel hoop in. En dat zijn, ja, voor mijn gevoel, energieën die maken dat wij een gelukkig leven hebben. Ja, het is een samenspel. Dat it, is ja, het, dat... ja, en als we dat er allemaal uit gaan halen, ja, wie, wie, zijn, ja, wie zijn wij dan nog? Ja, totaal technocratisch. Het is ja. alles, alles opgelost door de machine. Alles opgelost door de machine en er zit geen liefde meer in. Er zit... Nee, want het is, we pakken een USB-stickje. We gooien zaadjes nee, we stappen er een USB-stickje in en het... het ontstaat. Wat kunnen we, wat, wat kunnen we met jou meedoen? Eh. Um... Nou ja, er, er, is, er ligt. Nou, wat, wat, wat ik het belangrijkste van alles vind is gewoon van we hebben onze mond vol van Europa. wordt dan ook één Europa. Hè? Doet het dan gewoon Noord-Europa, Midden-Europa, Zuid-Europa. Als wij 1 oktober moeten stoppen met, uh, met telen, dan moeten ze het in Denemarken doen, Finland, Scandinavië, Duitsland. Allemaal stoppen, want dan wordt het probleem ook heel snel, uh, zicht, heel snel zichtbaar. En dat is misschien ook wel door dat niet te doen, gaat het een soort langzaam. Weet je, waardoor het misschien niet zo doorhebben. Nou, nee, de, de oneerlijkheid. De, de, het gaat hier over de oneerlijkheid. Ik woon in, 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 ik woon in het dorp Zeeland. En ik zit wel geteld. ik denk 30 kilometer van de Duitse grens af. En ik heb beperkingen van hier tot Kinder. En daar, uh, uh, en, en 30 kilometer verderop mag alles gebeuren. We hebben, uh, we hebben in, in Nederland uh, eten we lente-ui. En ik denk dat het grootste gedeelte van de lenteui komt uit Duitsland. En waarom komt dat uit Duitsland? Omdat in Duitsland de gewasbeschermingsmiddelen gebruikt mogen worden die ervoor nodig zijn. En in Nederland mag het niet. Dus jij mag het wel eten, maar we mogen het hier in Nederland niet uh, telen. Ja, en ik ben, nog echt, ik ben echt van mening van als wij gaan bouwen... en wij moeten nu een miljoen huizen bouwen... dan moeten wij er eens heel goed over nadenken of wij die huizen hier wel in Nederland bouwen... of dat we niet inderdaad richting Marokko... daar waar de temperatuur voor de mensen gewoon goed is... dat we daar die huizen gaan bouwen. Want daar kan je bijna niet telen. Maar dan kun je wel heel goed wonen. Omdat we dan heel weinig energie nodig hebben om te wonen. Ja, dat is, dat is natuurlijk echt het grotere geheel. Ja, ja, ja jij, ik hou ervan wat, om, uh, om, ja, om alles ja, te bekijken. Ik, dat, maar dat is echt natuurlijk een groter plan... wat er ja. dan, dan achter komt uh, ja. uh, te zitten. Maar is het, uh, gaat het gaat het zo worden van nou, oké okay, in Nederland mag het dan niet, maar dan kunnen we het nog wel uit Duitsland halen, of moeten we het straks uit China gaan halen? Wat is het masterplan hier? Ja, maar China gaat niet. Nee, maar ik doe en hoe ik, wordt ik, er ik, ik weet nu? het niet. Ik hoe wordt het niet? Wordt het gedaan, Want in Nederland mag het niet. Naar nou, Bosnien mag nog wel in Duitsland, maar misschien ook niet meer straks of wel? Of moet ik het, heb waar hem, moet ik, alles ik heb, op een gegeven moment directeur... vandaan komen dan? Of allemaal uit die fabrieken met water? Ik weet het niet. Maar dat kost, ik heb dat de directeur-generaal bij ons gehad. En Ik heb tegen haar gezegd: Wat eten wij vanaf 1 oktober? Hij ja, zegt: ze, Dan komt uit het buitenland. Ik zeg: Waar? Waar? Ja, maar juist vanaf oktober regent het. Dus dan hoeven jullie niet te besproeien. Bijvoorbeeld. Ja, maar goed. Ja, ik heb zelf dat... ook een klein volkstuintje. Dus ja. ik, 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 ik zie dat gewoon. Net als het gemakkelijk gaat worden, ja. wordt het ons af. Dan hoef ik lekker niks meer te doen. En het ja. komt zo uit de grond. En ja. uh, anders moet ik iedere en dag. Het wiii. erge van alles is: ze hebben dus op basis van twee onderzoeken. Een onderzoek in 1996 met een was. Uh, hebben ze dus uh, geconstateerd hoeveel, uh, hoeveel nitraat dat vanggewas opvangt. En ze hebben een onderzoek gedaan in Kronenburg-Limburg gedurende blijkbaar drie jaar in, rond 2017. Daar hebben ze ook één vanggewas getest. Dat hebben ze wel gedaan. Maar niemand weet hoeveel mijn bleekselderij nog aan nitraten opneemt tot afgelopen week dat die gegroeid heeft. Is dat, is dat gewoon een model? Of gewoon... Ja, ze hebben op basis van twee proeven die gedaan zijn in 2017... met een vanggewas, bijvoorbeeld uh, een Japanse haver... die hebben ze getest. Daarvan weten ze dat hij 40 kilogram uh, nitraat opneemt. Maar ze weten het niet van onze andere, andere producten. Terwijl ik bij mezelf denk van... nou, die, uh, die bleekselderij van mij die neemt veel meer op. Want daar zit me toch een power in om nog te groeien... Maar daar is geen van alle onderzocht. Ze zijn een wet aan het verzinnen en ze weten nog niet. Nog niet 90% van de informatie kennen ze niet. Nou, ik zou zeggen, ik ga eerst alles onderzoeken en op basis van dat gaan we het doen. Zo probeer ik ook erachter te komen: van nou oké, okay, als, als, als wij dan zo, zo verschrikkelijk vervuilend zijn, hè, mag ik dan even de cijfers zien van de pijlbuizen waar dan de, de, de vervuiling zit? Want dan gaan wij eventjes. Inzoomen op die pijlbuis... dan ga ik eventjes kijken in de buurt van waar pra praat je, Maar die informatie wordt niet gegeven. Hè? Die en informatie is er niet. Daarom, ik bedoel, het is overduidelijk hoe groot het probleem is. Je hebt het uh, ja. heel goed, uh, helder, begrijpbaar voor het voetlicht uh, uh, gebracht. Wat kunnen wij doen? Ja, wat Want dit is zo dystopisch. En, en ik, ik denk dat iedereen in zijn buik wel voelt van. Dit gaat, uh, dit gaat niet goed. Ja, wat wij kunnen doen is gewoon eisen van de regering... dat, 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 die, dat die gewoon, dit plan gewoon totaal niet doorgaat. En wat wij moeten gaan eisen van onze regering is gewoon... pas je aan aan de Europese normen... en stop ermee met het braafste jongetje van de klas te zijn. Dat is natuurlijk hartstikke leuk bedacht. Dat kan toch als doel liggen... Maar ga, ze moeten gewoon terug naar de tekentafel. Ze moeten terug naar de EU toe. Ze moeten in Brussel gaan vertellen: van jongens, dit gaat niet werken. Wij gaan met het was onze te idealistisch? Ja, dat was iets, iets te, 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 te groots gedacht. Wij gaan net als Duitsland en België op, op digitale zitten. En dan gaan we. Ik zeg dan niet dat je het los moet laten. Want uiteindelijk willen wij gewoon het beste. Maar ga nu terug gewoon naar de tekentafel. Die cijfers hetzelfde als in Duitsland en België, want die hebben die grote problemen niet. En dan vervolgens gaan we alsnog werken aan alles om het gewoon perfect te houden. Dan gaan we ook een milieuvergunning verzinnen voor het riool. En als de rioolinstallaties een probleem hebben, dan hebben wij alle burgers een probleem. Het is niet dat de rioolinstallaties een, uh, een, een, een bedrijf aan zich zijn, die staan ten diensten van ons. Nou, dan, dan, dan moeten we gewoon zorgen dat die gezamenlijk. Misschien moeten wij wel allemaal ons eetpatroon aanpassen. Misschien eten wij wel te veel stikstoffen en, en eiwitten en moeten wij uh, anders... En ons het probleem ligt misschien wel bij de mens. Weet het niet. Want waar, blij, waar blijven alle meststoffen die uit de rioolzuivering uh, komen? Nou, jij zei in dat gebied wat zo mooi bloeit. Dat is de onriooloverstort. Oké. Okay. Maar er zit ervoor, je hebt, je hebt hier dus de, de, de rioolverwerking. Dus daar gaan andere riool naartoe. Eh, daar heb je al die vijvers liggen en dan bezinkt het en weet ik wel allemaal. Maar die stikstof die wij poepen, die nitraten die wij poepen, eh, 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 hoe heet het, eh, medicijnen die wij eh, uitpoepen. Drugs. Eh, drugs, ja, inderdaad coronavirussen. Waar blijven die? Waar blijft dat? Je bedoelt, dat wordt gezuiverd, toch? Ja, maar dan blijven. Maar dan heb je water en een rest. Een Stroom. residu. Ja, die? En, en die residu, heb jij zoiets van hoe, hoe wordt die gemeten? Waar gaat die heen? Ja. Uh, Zit er een vergunning op? Zit er een vergunning op, ja. ja. Kunnen wij als mensen iets aan ons voedingspatroon doen... waardoor dus, uh, dit, uh, uh, dat het verbetert? Ja, of filters of, of iets uh, in de toilet ja, of zo. Ja. ik deel, uh, dat, soort, dat soort dingen. In ieder geval creatief nadenken over... hoe kunnen ja. we dan met z'n allen dat oplossen? Ik, ik heb mezelf gewoon echt heel erg verdiept... In, die, in, 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 inderdaad in dat watergebeuren. En dan kom je echt bij de waterschappen kom je uit. En ik, ik ben nu ook zo wijs geworden... dat we ook nog een waterschapshuis hebben in Nederland. Um, ja, en ik heb nou gewoon ook voor mezelf gezegd... Van, nou ja, ik ga mezelf. Ik heb heel hard gegild over de zevende nitraatrichtlijn. En dat is water. En ik ga me aankomend jaar hard maken voor water. Dus ik ga waarschijnlijk mezelf gewoon verkiesbaar stellen... om in die waterschap te gaan zitten. En dan wil ik, dan wil ik antwoorden hebben daarop. En dan niet wegmoffelen omdat het, het bedrijf, het waterschap, het goed moet doen. Nee. We moeten gewoon, het moet opgelost worden. Kunnen we op jouw stem? Ja, dat kan. <laughs> Nou Jolanda, echt heel duidelijk, ontzettend bedankt, heel inzichtelijk. Ja. Ik denk dat we veel van je geleerd hebben. En, um, nou, dit is een groot onderwerp. Ja, dit, is, dit is een heel groot onderwerp, ja. Wat ons en allemaal ik, aangaat. En ik mag hopen dat uh, in, uh, ik weet niet ergens, volgens mij, in december, in januari, dat de lijst toch echt gewoon weer de, de eerste lijst is. Uh, en, en, en niet de, um, ja, dat is ook zo'n verhaal: één vraag stellen. Dan krijgen ze antwoord vanuit WUR. Die geeft antwoorden. Dan vervolgens weten ze precies welke vraag ze dan moeten gaan stellen. Dus dan stellen ze de tweede vraag. En dan zeggen ze van welke gewassen groeien en worden alleen, alleen in de winter geoogst. Dus de eerste vraag is, wat wordt er in oktober, november, december geoogst? Eh, dan krijgen ze dus een complete lijst op. Het wordt netjes uitgewerkt. Er zit, al onze gewassen staan daar nog bij, uh -huh. want die worden dan allemaal geoogst. De tweede vraag is geweest... Wat wordt er alleen in oktober, november, december geoogst? En dan komen we dus bij de suikerbieten uit en die soort gewassen, want die zijn echt op het einde van het jaar. Ja. En vervolgens pakken ze vraag 1 en dan plakken ze lijst 2 onder. En dan loopt, dan loopt het helemaal scheef. En dat, ja, en dat noem ik gewoon manipuleren van, van cijfers. En dat geldt ook met uh, manipuleren. Want wij krijgen altijd over ons heen gegooid: die Nederlandse agrarische sector dat slaat nergens op zo'n klein landje. En 112 miljard. Export. Export. Ja. 112 miljard Wat doen jullie? Export. Wat, wat doen jullie? Nou, daar vraag ik mezelf ook af. Maar ja, daar heb ik me zelf dus op in verdiept. Ik ben naar het CBS gegaan. Of het CBS heb ik de cijfers opgevragen. En dan vervolgens blijkt landbouw zo ontzettend ruim te zijn. En als ik dan ga inzoomen op alleen het vleesgedeelte... melkzuivel, de bloemensector... en de tuinbouwsector... Dan hou ik dus van, van die 112 miljard, hou ik nog maar 24 miljard over. Wat zit de rest? Ja, de rest is het, uh, advies, tractoren. Uh, Nederland is de grootste advocado-exporteur uh, 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 van de wereld. We hebben ook echt het uh, klimaat ervoor. Dat nee, bedoel ik, maar we zijn wel de grootste uh, advocado-exporteur. Ja, Rotterdam-Haven... Ik denk, als we die er tussenuit strepen en zeggen van, nou, Rotterdam-Haven is een wereldje aan zich, CBS, dan komen er op die landbouwcijfers hele andere cijfers uit. Ik heb ook nog eens doorgekeken en op een gegeven moment denk ik bij mezelf, nou, 24, 24 miljard, met, dat doen we met 74, ja, iets minder dan 74.000 uh, boeren, noemen dat. Alleen, uh, er zit dan ook weer Campina in. Dus de verwerking zit daar ook, ook nog eens in. Dus als we puur Zang gaan kijken naar ons product, dan ben ik bang dat wij van die 24.000 eh, maar 25% over gaan houden. Want er wordt, ik weet wat op mijn krop gezet wordt, als die eh, uiteindelijk in de supermarkt ligt. Ja, dan denk ik dat van die 24, 24 eh, miljard, eh, ja, ja, die moeten we dan nog eens een keer bekijken. Eh, en dan is het dat de, agrarische, de landbouw Nederland eigenlijk helemaal niks voorstelt. Dat we gewoon voor ons eigen volk voor, voor wij, Nederland wij zelf wij zijn uh... 54% zelfvoorzienend. 54% zelfvoorzienend hè. Oké, okay, dus we komen nog tekort. Wij komen gewoon tekort. Wij importeren nog heel veel eten. Alleen ja, wat mensen zien is dat ik met mijn bedrijf van bijvoorbeeld 200 hectare dat daarbij dus 120 hectare in Nederland afzetten. En 80 hectare naar Spanje toe. Maar vergeet niet dat in de wintermaanden wij ja, niks telen... en dan komt die komt 80 hectare weer terug, terug vanuit Spanje weer naar ons toe. Dus per saldo telen wij ja rond. Een slim systeem. Een heel slim systeem. Hebben jullie goed over nagedacht. Ja, maar het zou wel heel Dank fijn daarvoor. zijn als de, 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 de politici... Ja. dus eindelijk eens een keer los gaan laten... en ook al die groenen eens een keer los gaan laten... dat wij de grootste exporteur zijn van de wereld. Want dan zijn wij... Bij He, de, 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 de agrarische ondernemers zijn dat niet. Wel wat erboven zit, die, al die lagen die erboven zitten, heel de quote 500, daar gaan we maar eens kijken, want daar zitten ze dus in, die mensen. Daar zitten ze. Maar de, heel die quote 500 zit geen een boer in. We moeten afronden. Maar... Ach, nou, wel. <laughs> ja. Nogmaals, ontzettend bedankt, Jolanda. Ja, alsjeblieft. Kijk jij ook graag naar onze uitzendingen? Vergeet je dan niet te abonneren op ons kanaal. Bedankt voor het kijken en tot ziens!